Hoi, mijn naam is Laura en ik ga op bezoek bij verschillende supermarkten in Nederland. Ik wil namelijk alle verhalen in en rondom supermarkten vastleggen. Want er gebeurt zoveel meer in de supermarktenbranche dan men denkt, ziet of hoort. Wil jij een kijkje achter de schermen? Kijk dan naar Supermarktjournaal. Vandaag zijn we op bezoek bij Plus Sabine Zondag in Pijnakker. Laten we eens kijken hoe zij en haar team het ervan afbrengen in deze hectische tijden. Ik ben Sabine Zondag en ik ben eigenaar van Plus Sabine Zondag in Pijnakker. Wij hebben een familiebedrijf. Volgend jaar bestaan we 40 jaar en 3,5 jaar geleden heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. In deze tijd is het best wel heftig om een supermarkt te runnen. Er komt heel veel op ons af, maar we hebben een supergoed team wat de hele dag keihard aan het werk is om alle schappen vol te houden, de klanten te helpen. En samen met elkaar zorgen we ervoor dat het ook in deze lastige tijd de sfeer goed is en we met elkaar die uitdaging aankunnen. Ik merk dat het drukker is aan het feit dat er veel meer klanten in de winkels zijn. Veel meer onbekende gezichten. En we staan nu vaak met meer mensen tegelijk te werken op de afdeling in plaats van twee. Ja, mensen hebben lastige vragen en hebben grote boodschappen, et cetera. Ja, dat is af en toe wel lastig om zo snel mogelijk iedereen het zo best mogelijk te helpen. Ja, het is toch wel anders. Je bent er bewust van dat je, dat je handen schoon moet maken. En ik zie ook duidelijk dat de werkers hier heel erg hard hun best doen om te zorgen dat de schappen vol zijn. Ik vind het onnodig dat mensen hamsteren. Er is genoeg handel, maar het zorgt ervoor dat er niet genoeg handel is als alles in de kelderkasten staat. En dat maakt het oneerlijk voor mensen die of werken en niet overdag boodschappen kunnen doen, of juist voor de oudere mensen. Een aantal producten zijn nog steeds wat moeilijk beschikbaar, zoals eieren. Daarmee hebben we de handen ineengeslagen met een lokale eierenboer, dus die hebben we gelukkig weer verkrijgbaar. Ook een teler die met bloemen of met kruiden overzitten. Als ondernemer gaat het ook mij aan het hart dat er zoveel bedrijven in de problemen zitten. Dus alles wat wij kunnen doen om ze te helpen, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Om nu ondernemer te zijn is voor mij een nachtmerrie. Ik werd vanmorgen wakker en toen dacht ik van, oh shit, ja, het is nog steeds zo. Dit is de eerste supermarkt met het lef om gewoon spullen neer te zetten. En ik hoop dat je heel veel meer acties volgt, want ik heb dus tienduizenden van deze doosjes. En het kan alleen in Nederland, want normaal is 90% export. De consument kent het niet, behalve uit een restaurant vandaan. Dus ik wil het heel graag hier kwijtraken, maar weggooien is zo stom in de tijd van dat je gezondheid nodig hebt. Ik heb zelf een paar maatregelen nog extra aangescherpt. Ik heb een desinfectierondelijst opgesteld, zodat we meerdere malen per dag alles wat wordt beetgepakt in de winkel extra schoon te maken, zodat we allemaal veilig ons werk kunnen doen. Ja, de maatregelen die we nemen, ja, heb je even. Wij hebben ontzettend veel gedaan. We hebben schermen voor de kassa om de kassiers te beschermen. We houden daar ook rekening aan met strepen op de vloer, zodat de klant ook 1,5 meter ruimte moet houden van elkaar. Samen met een lokale loodgieter hebben we buiten voor de deur een handenafwaspunt neergezet. Ook de winkelwagentjes zijn verplicht nu. De mandjes zijn ook weg en we maken eigenlijk alles zoveel mogelijk schoon. Ik zie dat ze spul hebben om handen te desinfecteren. Ze zorgen dat ze goed afstand houden in de supermarkt en ze blijven uiteindelijk wel heel vriendelijk en zorgen wel dat het allemaal goed loopt. Ja, ze houden goed afstand, zijn netjes alles aan het bijvullen. Ja, de mensen doen ook hun best waar nodig, hè? Dus top. En wat ik graag extra wil benadrukken is dat we goed moeten zorgen voor onze ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Zo hebben wij een speciale ouderenbezorgservice in het leven geroepen, waarbij we de boodschappen thuis brengen bij ouderen. Die bestelling kunnen ze telefonisch, kunnen ze die bij ons plaatsen. Als iedereen een beetje denkt aan zijn buurman, buurvrouw en dat voor elkaar betekenen, dan denk ik dat we deze periode als samenleving en ook als dorp in Pijnakker goed met elkaar door kunnen komen. Er is genoeg voor iedereen. Wil jij altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media. Tot de volgende keer!